Goeiedag. Vannacht werd ik wakker gebeld door mijn vriend, de FBI-agent Holman, die me meedeelde dat er een aanslag gepleegd werd op Donald Trump. Het was te verwachten dat de film Kill the Donald ging gespeeld worden binnenkort. Wel, nu is het gebeurd. De kogel is in zijn oor gedrongen, maar zonder veel schade aan zijn brein aan te richten. De dader, een zekere Thomas, heeft onder een vals vlag geopereerd, want hij was zogezegd ingeschreven als een kiezer van de Republikeinen, natuurlijk om de presidentskandidaat te kunnen benaderen, maar hij heeft gedoneerd aan de Democratische Partij en geen enkele Republikein zou ooit één penny besteden aan de Oen Biden. Het is mislukt. Had hij een echte hitman geweest, had hij hem zeker moeten raken. Hij heeft natuurlijk naar het hoofd gemikt, omdat hij wist dat Trump onder zijn hemd een kogelwerende vest droeg. Want het is niet de eerste president of kandidaat die beschoten wordt. Het is begonnen na de Amerikaanse burgeroorlog met Lincoln, die vermoord geweest is in een theater. En dan daarna, wij herinneren ons allemaal, John Kennedy, die afgelapt is in Dallas. De dader, hij heeft het hoofd willen raken en hij heeft enkel het oor geraakt. Wat een iconische foto oplevert, terwijl hij zijn vuist balt en met verbeten gezicht dat men hem hoort denken, yes, de buit is binnen, maar dan in het Engels. Ze mogen nu doen wat ze willen. Ze mogen zelf het ultieme plan ontvouwen door Michelle Obama op te voeren, die over haar eigen schaduw zal springen en zeggen, ik ben kandidaat om de democratie te redden. Zelf dat zal de verkiezing van Donald Trump niet meer kunnen verhinderen. Het zal allemaal niet baten. Of ze zouden moeten terugproberen hem te vermoorden. Een copycat is altijd mogelijk. En als je ziet hoe de geheime diensten slordig geweest zijn, dat er burgers zijn verwittigd, dat er hier is een zot met een geweer op een gebouw aan het klimmen die gaat op de president willen schieten. Wel, het is gebeurd. En het is na het schot dat ze maar de dader doodgeschoten hebben, zoals ze Lee Oswald ook doodgeschoten hebben in der tijd in het politiecommissariaat. En zo worden de opdrachtgevers buiten schot gehouden en kan de mafieuze Clinton-klan, die daar zeker met geld zal achter zitten of toch de aanslag geïnspireerd heeft, die blijven dan buiten schot. Het positieve voor Donald Trump is dat een mislukte aanslag van het slachtoffer een martelaar maakt en een held. In ieder geval, toen ik gewekt werd, heb ik onmiddellijk naar de VRT gekeken of dat zij een extra nieuwsuitzending zouden doen. Nee. Had bijvoorbeeld Niels de Stadsbader zijn fluit verstuikt. Oei, dan zouden ze die nieuwslus onderbroken hebben en met speciaal nieuws komen nu. Dat was eigenlijk wereldnieuws, maar de VRT is terug in gebreken gebleven. En dan zou ik zeggen, VRT, weg ermee. Ik wens u nog een zonnige zondag.